hier moet gaan gebeuren de komende week. Samen met mijn vismaat, Roger Daniels. Succes Rod van de week. Zo ziet het viskamp eruit voor de komende week. Is dit een aardig plekje of niet? Onderweg naar de marker. Hier komt u van alles tegen in het bos. Zaterdagavond, 8 uur. De eerste twee piepen zijn binnen. En we hebben een vissing springen, vlak bij de marker. Zondagmorgen, 7:15. Helaas, nog geen karp. Dit is basiskamp 2. De nachten zijn nog erg koud, daarom zijn we verschoven van 2 meter water naar een waterdiepte van 1,56 meter. Hopelijk aarzen ze hier wel. Het is maandagmiddag 1:30. De wind is gedraaid naar het zuid-zuidoosten. En we zitten er weer chic bij hier. Met een gigantische plas water voor ons. En daar zullen ze toch vandaan moeten komen. Laat ons niet in de steek, jongens. We zitten er zat. Dinsdagmorgen, 6 uur. Nog steeds geen vis. Om een lang verhaal kort te maken, we hebben 6 dagen en 6 nachten gevist aan dit meer. 1 grote vis verspeeld en verder geen stootje gezien in al die tijd. Ook dat is vissen in Frankrijk. Gelukkig gaan we in juli nog een keer en ik hoop dat het dan een stuk beter gaat.